Burgemeester Bob Vostermans is deze maand 100 dagen burgemeester van de gemeente Bezel. We gaan hem vragen hoe het bevalt. Burgemeester, begin deze maand bent u 100 dagen burgemeester van de gemeente Bezel. En dan rekenen we terug vanaf, denk de... 28 januari. 28 januari. Ja. En hoe voelt het? Hoe gaat het? Nou, het voelt eigenlijk al heel erg vertrouwd. Dus 100 dagen zijn wat mij betreft echt omgevlogen. Het is natuurlijk wel iets anders gelopen als dat ik dat zelf ook vooraf verwacht had. Daar waar ik met heel veel energie de mensen heb gevraagd van... Nou, ik kom graag met u kennis maken. En er is ook veel reactie op gekomen. Ik heb gevraagd om bij de mensen thuis een hapje mee te mogen komen eten. Nou, daar hebben we meer dan 70 uitnodigingen ook op mogen ontvangen. Ja, dat is natuurlijk wel anders gelopen. Want na het eerste etentje moesten we in verband met de coronacrisis dat eigenlijk weer uitstellen. Ja, we zitten dus inderdaad in die crisis en dat verklaart ook dat u nu een beetje formeel achter die microfoon staat. Ja. Anders hadden we dat anders kunnen doen. Ja. Daar zijn we inmiddels ook allemaal een beetje aan het wennen, hè, dat het zo gaat. Voor u is het de eerste keer dat u burgemeester bent. U bent natuurlijk wel een burgemeester gewend, want u zat in uw vorige functie als wethouder in de gemeenteraad. Of in het college heet dat. Hè. Is het verrassend om nu zelf het stuur in handen te hebben, zeg maar? Ja, nou, kijk, de crisis zorgt er wel voor dat je meteen als burgemeester in positie bent. Mensen kijken ook vanaf het eerste moment naar jou van... Burgemeester, zeg het maar. Hoe gaan we samen die crisis, zeg maar, te lijf? En dat is ook wel meteen heel erg leerzaam. En het zorgt er ook meteen voor dat je en de mensen in huis heel goed leert kennen, maar ook naar de mensen toe. Zij het dan niet fysiek, hè, want dat was vooraf de wens, dat kan dan niet. Maar wel heel makkelijk met mensen in contact komt. En dat heb ik in Bezel ook wel heel erg gemerkt. Mensen staan ook wel heel erg open voor het contact met de burgemeester. En dat heb ik ook eens heel prettig ervaren. Ik heb, zeg maar, vanaf het moment dat we in die modus zitten met elkaar, heb ik toch met heel veel mensen gesproken via de telefoon of via social media, om hen een hart onder de riem te steken, om samen te kijken hoe kunnen we toch invulling geven aan het dagelijks leven. Ja, en dat heeft mij ook wel heel erg positief verrast. De positieve energie die er ondanks alles is bij mensen, bij ondernemers. Ja, en zo probeer je dat toch samen het beste van te maken. We gaan even terug naar het ambt. U hebt gesolliciteerd voor de functie van burgemeester. U bent het geworden. Wat was voor u de motivatie? Is dat iets wat je altijd wilt? Ja, nou, niet wat ik, zeg maar, van kinds af aan al gezegd had. Van nou, ik wil ooit burgemeester worden. Wel heb ik in mijn jaren als wethouder een interesse ontwikkeld, zeg maar, voor het ambt van burgemeester. Dus zo'n 2 jaar geleden zei ik al tegen mijn vrouw Yvonne van... Nou, Yvonne, als het ooit op mijn pad komt, dan ga ik het wel proberen. Ja. En wat sprak u zo aan? De bindende rol die je als burgemeester mag hebben, moet hebben, tussen de mensen. Ik heb in mijn tijd als wethouder gemerkt dat ik het heel erg leuk vind om met mensen samen aan een doel te werken. Tussen de mensen. In allerlei soorten situaties. Dat vond ik eigenlijk als wethouder al heel erg leuk. Maar de ultieme stap was voor mij ook wel dat ik dat heel graag boven de partijen wilde doen. Dus daar waar je als wethouder toch echt verbonden bent aan je politieke kleur en aan je 4 jaar verkiezingen. Wat ik ook overigens wel gewoon leuk vond, hoor. Maar de ultieme stap voor mij was wel van kun je daar nog boven gaan staan? Waardoor je, zeg maar, nog meer in positie bent om te binden. Dat sprak me op voorhand aan. En zo wil ik ook graag in de praktijk die burgemeester wil ik ook heel graag zijn. U geeft aan een bindende rol. Wat doet een burgemeester eigenlijk allemaal? We kennen de burgemeester van de lintjes doorknippen, ja. En van de speeches, de openingen en dat soort dingen. Maar wat doet een burgemeester nog meer? Ja, het ambt is heel divers en dat heb ik in de eerste 100 dagen ook wel echt in de praktijk al mogen ervaren. Los natuurlijk van dat je veel representatief werk mag doen. Je mag naar de mensen die 100 jaar zijn geworden, de huwelijken. Wat overigens hele leuke momenten zijn om met heel veel mensen in contact te komen. Hè? Je hoort echt veel als je, zeg maar, aan het stukje fly en aan de koffie zit. Dat is heel waardevol. Je bent ook verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid.
In Bezel komt daar ook nog bij dat je verantwoordelijk bent voor strategie, voor de lange termijn. Wat ga je met Bezel doen in de komende jaren? Uiteraard overigens altijd samen met je wethouders, met je gemeenteraad. Maar daar ligt voor de burgemeester ook de focus. Nou, en dat betekent in de praktijk hier dat ik dus ook veel met politie overleg, met verenigingen, met de kern overleggen, om te kijken wat speelt er op dat vlak, wat kunnen we beter doen. Maar ook bijvoorbeeld met onze buurgemeente Brugge, waar we een strategische samenwerking mee hebben. Dus met de burgemeester in Brugge, de Frank Gelle, om samen te kijken wat kunnen we nou in de samenwerking meer doen, beter doen. Nou, dat zijn taken waar je als burgemeester in Bezel ook mee bezig bent. Heeft de burgemeester ook, en dat vraag ik ook gewoon vanwege het plaatje, heeft de burgemeester ook veel beslissende rollen? In coronatijd sowieso, hè, dan is de structuur nog net wat anders dan normaal, want dan sta je aan het hoofd van een crisisorganisatie. Voor ons betekent dat bijvoorbeeld in de praktijk dat we elke dag met een crisisteam ook gewoon vergaderen, kijken wat er besloten moet worden en dat vervolgens ook effectueren. En kunt u een voorbeeld geven daarvan? Nou ja, bijvoorbeeld op het moment dat een premier nieuwe maatregelen afkondigt, is de burgemeester en de gemeente daar verantwoordelijk voor. Dus concreet, hoe ga je om met handhaving? Hoe ga je om met situaties als welke ruimte geef je nou de horeca? Dat zijn gewoon concrete zaken waar je dagelijks mee bezig bent. En zijn er ook dingetjes die u als burgemeester of als gemeente zelf mag invullen? Nou, de ruimte daartoe is natuurlijk wel zo beperkt als dat de wetgeving ruimte biedt. Hè? Dus misschien is het wel soms een beetje in de marge. Maar uiteindelijk ben je ook voor de regio, ook voor het kabinet, ben je natuurlijk wel de man in het veld. Dus je haalt op waar lopen mensen buiten tegenaan. En hoe kun je dat vervolgens vertalen naar, ja, wat betekent dat nou voor wetgeving en wat je daar aan ruimte probeert te gaan creëren. Er is zeker ruimte voor een burgemeester. Tegelijkertijd moet je ook goed afstemmen in de regio en uiteindelijk je ook conformeren aan wat landelijk besloten wordt. We waren ook heel erg benieuwd wat de inwoners van Bezel, of van de gemeente Bezel en hier in Reuven, van u vinden. Niet op de persoon, maar kent u de burgemeester? En dat zijn we gaan vragen. Meneer, kent gij de nieuwe burgemeester? Ik ken hem überhaupt niet. Ik heb hem één keer gezien en toen was er zelf een overtreding. Vertel eens. Toen zat er bij de politie in de auto. En toen was er geen anderhalve meter afstand. Oh ja, op die manier. Zit die man, die heeft gewoon zo'n been, die kan ook lopen. Zeg, en wat zou de burgemeester eraan kunnen doen? Dat er wat meer bekend wordt onder de mensen. Dat je ook weet wie het is. Ja, ik moet het eigenlijk niet zeggen, maar de vorige burgemeester, die praatte met iedereen, die ging boertje op doen en die praatte met mij en met tegen met iedereen. Mevrouw, kent gij de nieuwe burgemeester? Ja, die ken ik. En waar kent je hem van? Ik heb stukjes geleefd in Puik, dus van de regionale dagbladen en zo, daar ken ik hem van. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. En vind je dat een burgemeester zich ook veel onder de mensen moet begeven? Of tussen de mensen? Ja, dat vind ik wel. Ja. En heb je de indruk dat dat wat weinig gebeurt? Of zeg je, ik kom te weinig veel onder de mensen om dat te kunnen vaststellen? Nou, ik denk dat het door de coronatijd natuurlijk nu voor hem ook niet heel makkelijk is. Dus ik denk dat het toch aan lijkt. Mevrouw, kent jij de nieuwe burgemeester? In principe eigenlijk niet. Ik heb hem nog niet echt gezien, wel via de televisie. En ik hoor er heel veel positieve dingen van. En wat hoort je dan? Dat kan ik op het moment zo niet zeggen, maar het zijn heel positieve dingen. Hij laat zich overal tussen de mensen zien. Is er iets, dan is hij daar. En dat vind ik een heel positieve instelling. Kent jij de nieuwe burgemeester? Nee, dat ken ik nog niet. Omdat ik woon in Bezel en ja, ik weet niet of de burgemeester al hier woont. Maar burgemeester is van Bezel en Reuven. Ja, ja. Maar voor zin onze burgemeester, deze is een nieuwe. En Petra is net weg. Maar het heeft natuurlijk ook met de corona te maken, dat ze niet tussen de mensen kunnen komen. Ja, dat geloof ik. Ik ben er zeker van dat het een goede burgemeester wordt. En wat vind je belangrijk aan een burgemeester? Dat er contact heeft met de mensen.
En dat had de vorige burgemeester zo. Dat maakt het misschien voor hem een beetje moeilijker. Dat denk ik. Dat een fantastische burgemeester. Want burgemeester Petra, dat was echt voor, dat was, die was voor door, dus alles met de mensen. Maar als ze deze nog niet kent, dan kunt ze ook niet oordelen. Hè? En ik verwacht er natuurlijk ook veel goeds van. Kent je de burgemeester? Nou, ik ken hem nog niet. Ik heb hem nog nooit zelf persoonlijk gezien. Wel op bleetjes en zo. En ik weet dat Bob Forstemans had. Ja, meer weet ik niet. Wat vind je belangrijk aan een burgemeester? Wat verwacht je van een burgemeester? Ja, dat de Feyenoord Volkstijd en de Duiten hebben gelezen. Want hij ging bij de mensen op eten of zo. Met de mensen eten, ja. Ja, maar vanwege de corona is het uitgesteld. Dus... ja, dit moet met de mensen om kunnen gaan. Kent je de nieuwe burgemeester? Nou, ik ken hem in principe niet. Het is door omstandigheden ben ik niet in de gelegenheid geweest om hem te leren kennen. En zo vind ik het eigenlijk jammer, want de oude burgemeester, dat wel een jong vrouw was, maar een oude burgemeester voor ons. En dat vond ik eigenlijk jammer dat hij wegging. En wie deze zich, die zit in een moeilijk pakket, want die moet nu de zaak krijgen zitten, wat nog een heel klus wil. We hebben de mensen in de straat gevraagd of ze de nieuwe burgemeester kennen. En de meesten weten dat er een nieuwe burgemeester is, maar ze hebben u nog niet zoveel gezien. En dat is begrijpelijk, want we hebben nu met de crisis te maken. Maar het geeft wel aan dat mensen het belangrijk vinden dat de burgemeester tussen de mensen is. Nou, en dat is geheel wederzijds. Ook ik wil heel graag gewoon ook fysiek tussen de mensen staan. En daar was eigenlijk ook het hele programma vanaf installatie ook op gericht. Om vooral veel kennis te gaan maken. Nou, corona heeft daar inderdaad roet in het eten gegooid. We hebben wel gezocht naar hoe kunnen we dan met mensen in contact komen. En dan zie je dus dat het zich ook echt verplaatst heeft naar... vooral social media. Dus door af en toe een berichtje in te spreken. Door daar ook veel interactie te hebben met mensen. En daar heb ik ook wel gemerkt dat, dat die klik er ook wel is geweest met heel veel inwoners. Dus niet fysiek, maar wel online. Nou, heb ik in ieder geval al een aantal mensen mogen ontmoeten. Maar ik kijk natuurlijk heel erg uit naar het moment dat we echt met elkaar op dat terrasje mogen zitten. Of thuis aan die keukentafel. We staan hier op het plein voor het gemeentehuis en het is leeg. Er zijn wel een aantal mensen, maar die zijn aan het vergaderen. Het nieuwe vergaderen. De corona vraagt aanpassing. Absoluut. En op verschillende manieren inderdaad. Nou, we proberen zoveel mogelijk ook vanuit de gemeente thuis te werken. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. En je merkt ook, nu de crisis wat langer duurt, dat ook wel iets aan het verschuiven is. Mensen hebben gewoon behoefte aan... fysiek contact, zei je het op anderhalve meter. Een beetje zat. Precies. En dat is ook wel begrijpelijk. Nou, waar we nou hier in Bezel ook mee bezig zijn, is met 1 juni komt eraan. Dan is er weer ruimte voor horeca. Althans, daar gaan we vanuit. En we bekijken nu samen met de ondernemers aan dit plein, maar ook op andere horecapleinen in onze gemeente, van kunnen we op 1 juni met elkaar meteen op die dag klaar zijn om een coronaproef terras te maken. Nou, daar hebben we alle horecaondernemers hiervoor benaderd. We staan er heel erg voor open om samen met de gemeente, met onze verantwoordelijke wethouder, te kijken hoe we dat kunnen gaan realiseren. Zodat we er klaar voor zijn. En wat zou het tegen kunnen houden? Want het heeft ook met vergunningen en zo te maken, noodvergunningen. Ja, nou, ik moet zeggen, we hebben juist als Bezel hebben gezegd, we gaan er samen voor zorgen dat op 1 juni die vergunning in concept gewoon klaar ligt. En dat kunt u zelf als gemeente... Daar zijn we zelf bij. Ja. Uiteraard, op het moment dat, en dat heeft onze premier gezegd, hè, mochten de cijfers in de komende weken anders zijn, ja, krijgen we mogelijk die ruimte vanuit het Rijk niet. Dat zou roet in het eten kunnen gooien. Maar op het moment dat wij ruimte krijgen, dan zijn we er als Bezel samen met onze ondernemers klaar voor. Dus dat wil zeggen dat dit hele plein, daar komen allemaal gezellige zitjes en dan zijn de parkeerplaatsen weg. Nou ja, we zijn nu samen dus aan het bekijken hoe we dat precies gaan inrichten. Parkeerplaatsen zijn het sowieso al niet meer sinds een aantal weken. Hè? Maar we zijn hier een proef aan doen om dat anders in te richten. Maar een groot gedeelte van deze plek waar we nu staan zal dan een mooi, gezellig, bruisend 1,5 meter terras gaan worden. U heeft als burgemeester na 100 dagen nog
heel veel mooie uitdagingen. En ik denk dat u daar vast samen met uw mensen daar iets heel erg moois van maakt. Heeft u al gemaakt, maar ook zal blijven maken. Nou, het zonnetje begint op dit moment al te schijnen. Hè? Dus als dat de voorbode is voor de komende periode, dan gaan we er samen inderdaad wat moois van maken. Er zit goede energie hier. Ik heb er zelf heel veel energie van gekregen. Dus volgens mij zijn alle ingrediënten daar om er iets moois van te maken.